Goedemorgen, welkom bij Vlogmas dag 28. Ik had jullie gisteren beloofd dat ik jullie ging laten zien wat dat ik had gekocht in Maastricht. Dus dat ga ik eerst doen voordat ik iets anders ga doen vandaag. In de Xenos heb ik de 7 Chakras Intense Cones gekocht. Dat zijn deze. Dat zijn wierook kegeltjes, zo eigenlijk. Anaïs had er 2 gekocht. Deze en dan sage. En het was 2 kopen 1 gratis, denk ik. Dus de gratis was voor mij, want ik had betaald. En dan dit kussen. Merry Christmas met zo'n auto met een kerstboom in de koffer. En Sheldon is trouwens in de zak aan het kruipen. Moet ik even laten zien. Sheldon! Sheldon, alles oké? Alles oké? Muffin Milky was hem aan het doen. Weirdo! Hoe schattig is dat? Oké, waar was ik? Dus de kerstartikelen waren zo aan 50%, omdat het, ja, omdat kerstmis voorbij is. We zijn al 3 dagen met kerstmis ondertussen. En dus die waren allemaal afgeprijsd. En dat kussen kwam echt maar van 2,99 naar, ja, de helft van de prijs. Dus 1 en een beetje. Dus ik dacht, ik neem dat mee. Alles voor volgend jaar. Ik heb er nu ook wel een zetel nog staan. Want alle kerstspullen staan er nog. Dan heb ik bij de H&M dit blouseje gekocht. Dat was maar 5 euro nog. Dat was afgeprijsd. Dat is zo'n peeploem topje. Grijs met glitter is dat. Ik dacht voor al die feestjes die nog komen, ideaal. Heb ik ook nog dit t-shirt uit crop top ding gekocht van Justin Bieber. Was ook afgeprijsd naar 5 euro. En dat is deze. Oh, dat ziet me niet goed, hè. Zo ziet hij eruit. En dan zijn dit zo de mouwen. Het is wel heel kort, maar ja. Voor te sporten of zo. En dan van achter is dit. Dan heb ik nog een blouseje gekocht van 12,99. Een geel motterblouseje zo. Ik vond dat wel tof op een zwarte broek of zo. Dat is wel stoerder. Met zo stoere botjes. Dan heb ik een krop truitje gekocht. Dat was 19,99 euro. Dat is in het groen. Hier is zo'n elastiek. Dit zijn de mouwen, die hebben ook een elastiek. Dan heeft dat een kap, dus het is een hoodie. En het ziet er zo uit. En als laatste heb ik ook 19,99 een zwarte broek gekocht nog. Deze skinny high rise. Omdat ik moet eigenlijk echt nood aan nieuwe broeken allemaal. En die van de H&M zitten wel goed. Ik hoop alleen dat die gaat passen, want hij ziet er vrij smal uit van boven. Ik heb er zo 2 van dit model, echt exact dezelfde. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden gekocht in 34. Maar die 34's passen mij niet meer. Dus ik dacht nu, ik pak een 36, dus let's hope that it's gonna fit. Ik ga nu mijn ontbijt maken. Ik heb mijn thee al gemaakt. En dan ga ik wel werken en monteren en zo'n dingen. Nooit meer sinds ik bij Sam weg was. En nu strijk ik terug Sam zijn handen. Way you go, Sam. Het is ondertussen 5 uur, denk ik. Ik zie het niet goed, maar ik denk 5 uur. Ik heb ook even wat opgeruimd en gepoetst. Want het was wel nodig, zeker met 3 katjes. Nu hier in huis. En het huis is niet heel groot. Dus ja. Maar ja, oké, dat is gebeurd. Dan heb ik mij snel gedoucht, want mijn haar was heel vettig. En een andere pyjama aangedaan. En nu ben ik iets heel spannends aan het doen. TotallyTwo, dus Celine en ik. Celine en ik, niet Celine en Nick, maar Celine en ik zijn op zoek naar een pand. We zijn op zoek naar een kantoor. Geen pand, geen winkelruimte. We gaan nog geen winkel openen of zo ergens. Maar we zijn op zoek naar een kantoor. Want zoals jullie weten is onze stok en ons kantoor nu bij Celine thuis. En rij ik altijd naar daar voor daar alles te doen. Ja, bij Celine thuis neemt dat ook wel heel veel plaats in beslag. En als er dan niet veel pakjes zijn of zo, dan doet Celine de pakjes. En dan doe ik wel andere dingen, zoals de e-mails en zo retours en zo van die dingen. Toch, het zou gemakkelijker zijn als we een kantoor hebben en niet meer de stok ergens thuis moeten doen. Dus ben ik aan het zoeken voor kantoorruimtes. Als iemand een tip heeft of zo, mogen jullie dat zeggen. Dus ja, TotallyTwo gaat verhuizen, hè. Ik kijk er wel naar uit om zo echt een eigen kantoor te hebben. Wat we dan ook kunnen doen natuurlijk is dat we zo van die koopavonden doen of zo. Dat jullie kunnen langskomen, dat jullie in het echt kunnen passen bij ons op kantoor en zo van die dingen. Dat zou natuurlijk leuk zijn, want dat kunnen we nu niet doen. Omdat dat bij Celine thuis is en dat houden we toch graag privé. Ik ben wel heel benieuwd. Ik heb al een paar kantoren gebeld en gestuurd deze morgen. Nu ga ik er nog één doen, want die had niet opgenomen. Om eens te kunnen langsgaan, dat we eens kunnen gaan kijken. Kijk wie er is. Hey. Hey. Heb je goed gewerkt? Ja, goed gewerkt. Ja. Ik heb eten gemaakt. Woehoe! Mm. Sam heeft heel veel pikant erop. Een beetje. We eten rijst met heel veel groentjes en worst. Wat is dat voor worst? Vegetarische worst. Sorry, is dat oké? Dat is heel oké. Oké, maar er was geen kip of zo. Dus ik dacht, ik maak vegetarische worst, want dat was er. Ja, lekker. Anders moest ik het huis verlaten. Looking good, hè? Smakelijk! Hallo, knuffelbeer. Hallo. Vind je het fijn dat je papa terug thuis is? Ja? Sheldon knuffelt echt zo graag. Echt een knuffeltje. Hoi Shellyke. Kenzo en Sophie nog een laatste troef achter de hand. Wij gaan de vlog voor vandaag afsluiten. Wij zijn nog Holidays aan het kijken. Of een kerstfilm op tv. Ja, tussen kerst en nieuwjaar mogen we ook nog kerstfilms kijken. En na nieuwjaar ook nog. Tot de 6e januari eigenlijk. Of zolang een kerstboom staat. Dus, excuus. Ja, dat is toch gezellig kerstfilms. Ja, ik vind dat kei gezellig. Oké, wij zien jullie morgen weer. Of ik toch alleszins. Want Sam moet weer werken. Doei. Ja. Maar misschien zien jullie Sam ook wel. Dat weet ik nog niet. Hè. Tot morgen. Slaap wel.